Goeiedag, welkom op het YouTube-kanaal van Johan de Heer. Nou, jullie weten, mijn naam is Nico Flemmings en vandaag gaan we het hebben over een heel mooi nieuw product van Yamaha. En dat is de CVP-909. Dit is de allernieuwste van de CVP-lijn. Wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een piano, een keyboard in één. Hij is nog beter geworden, nog duidelijker geworden. Het klavier is fantastisch. Het is gewoon hetzelfde klavier als op een vleugel. Ja, dus voor de echte pianospelers, die gaan hier echt heel veel verschil in maken. Daar gaan we even over gepraat hebben. Laten we even weer de CFX piano, daar we mee beginnen. Ik begin ermee dat we ook gelijk een begeleidingszachtjes aan meeloopt. Want dat is natuurlijk de kracht van dit keyboard om zowel met de hele goede klanken ook nog een begeleiding naar te gaan. En laten we daar eens mee beginnen. Oké, we gaan er ook weer wat nieuws doen. In plaats van alleen maar de informatie te geven en te laten zien wat het ding allemaal kan, ja, hebben we ook nog een link. Die gaan we hier linksboven in beeld gaan we die plaatsen. En dan is het alleen maar sound only. Dus er wordt alleen maar gespeeld en dan hoor je alleen maar de klanken en dan hoor je niet het gebabbel van mij. Nou, wat we natuurlijk hebben is natuurlijk de CFX Grand Piano. Daar heb ik net mee gespeeld. Ja, en het, ja, dat blijft toch echt een van mijn favoriete pianos natuurlijk. We hebben natuurlijk ook de Bösendorfer Piano. De ideale piano voor als je de stroomrekening binnenkrijgt en zegt hij is toch iets te duur geworden, word je wat verdrietig en is dit een fantastische piano om dat mee te vergroeien. We hebben natuurlijk de Rock Piano, die is wat meer techie-achtig, dus dan krijg je, wordt die krachtiger en dan krijg je wel. Of je gebruikt hem voor zo'n nummer als bijvoorbeeld van Ten Sharp.
En wat ik nu persoonlijk een hele mooie piano vind, dat is de Thermic Grand. Dus dan krijg je... Een hele mooie, ik vind hem een iets doffere piano, maar ik vind hem echt fantastisch. En dan kan je bijvoorbeeld... Je bent nu al ongeveer op de helft van het kijken. Ja, dan is het zo van, ben je nog steeds geïnteresseerd? Ja, want je bent natuurlijk nog steeds op de helft van het kijken. En we kunnen misschien nog even wat tussendoor zeggen. Van, kom naar onze winkel. We hebben hier een uitstekende service. Als je hier op dit apparaat wil gaan spelen, je mag gewoon lekker je eigen gang gaan. Heb je vragen, vraag ze mij, een collega. We weten er allemaal al heel veel genoeg van. Ja, kom lekker spelen. Johan de Heer in Sliedrecht. We zien je graag. Tot dan. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu weer verder met lekker spelen. Nou, waar natuurlijk Yamaha ook enorm groot mee is geworden, is natuurlijk ook met de layers. We hebben gewoon een aparte categorie met de piano layers. Dan krijgen we hier bijvoorbeeld de Superstar Grand. Wat ik zelf ook een hele mooie piano vind in deze categorie is de CFX Fat Pad. Wat gebeurt er dan? Er zit eigenlijk een mooie pad. Dus als je dan de toon vast blijft houden met het sustainpedaal aan de rechterkant, hoor je eigenlijk in mijn beleving de piano nog even wat lekker lang doorgaan. En ik kan je bijvoorbeeld heel mooi gebruiken voor filmmuziek.
En zoals je ziet op het display, het is allemaal lekker duidelijk, het is overzichtelijk. We hebben nog een extra camera daarboven staan, want het is ook mogelijk om dus het beeld gewoon te dupliceren op een tv, op een beamer, het maakt niks uit. Daar moet er wel even een kastje tussen om dat te kunnen bewerkstelligen. En voor de rest kunnen we alles gewoon zo zien. Je ziet ook hier dat de verlichting is ook volledig anders geworden. Want als we kijken naar de 809 waren de lampjes groen. Nu zijn ze blauw en degene die geselecteerd zijn, zijn de lampjes wit. Nou, voor de rest is de layout aardig hetzelfde gebleven. We hebben nog steeds onze automaat aanzetten. Ja of nee, 3 intro's, 4 variaties, een break en 3 endings. Sync stop, sync start en natuurlijk de start stop knop om hem gewoon direct gewoon aan te zetten. Een handige toets de home knop, dus dan komen we gelijk al in het hoofdmenu. Dan kun je in het scherm kun je dus kijken, bijvoorbeeld van even naar links naar boven, hier de registraties. Hier zien we de stijls, hier zien we dus de klank die geselecteerd is. Nu staat er alleen maar 1 klank geselecteerd. Als ik een layer wil hebben, dan druk ik de layer erbij. Daar staat er nu een finger chorus. Dat zou ik in dit geval niet willen. Dus wat doen we dan? Dan ga ik kijken naar andere. Ik zet een string sector op en dan zeg ik hier. Maar nou merk je gelijk dus dat er sommige klanken net even iets te hard zijn. Dit is heel makkelijk om dat terug te halen. Dan ga ik in het menu, zie je hier kijken en dan zeg je hier balans. Dan zie je dus hier je main, layer en je song. Dus eigenlijk alle gemakken van dien. We zeggen de layer, die moet even zachter. Dus we kunnen dat met de vinger doen. Of we selecteren hem en we gaan aan het wieltje draaien dat je eigenlijk iets fijner controle hebt. Nou. Nou hoor je dus de piano en de strings. Die zijn nou gelijk een stuk zachter. En dan krijg je dus gelijk... En zo ben je al heel snel geïnspireerd om dat gewoon lekker door te gaan. Heb je alles ingesteld, dan kun je dus, wat ook heel krachtig is bij de Yamaha keyboards, maar ook hier bij de 7P, is een registratie. Alles wat je dus hier allemaal bewerkstelligt, je volumes, je klanken, alles kun je veranderen. Hij de registratie onthoudt hem allemaal. Het is eigenlijk een verzamelpunt van al jouw instellingen en die sla je op. En de volgende keer hoef je eigenlijk alleen maar hier op een knopje op je registraties te drukken. Dan zeg ik bijvoorbeeld hier van Lovely. Ik heb hem daar geselecteerd. Ik doe hem hier activeren. Nou wordt eigenlijk de complete 7P, die wordt voor me klaargezet. Hier heb ik een... En dan gaat het al gelijk beginnen, dat willen we nog niet. Dus zeggen van oké. Okay. En dan gaan we het akkoord aanslaan. Ik zet hem nu in keyboard modus. Wat is keyboard modus? Dan ga je hier, de split is nou tot aan het blauwe lampje. Ik kan hier gewoon mijn akkoorden kan ik aangeven. En dan wordt het eigenlijk een keyboard. Kijk, daar komt hij. Zo hoor je ook dat tijdens het spelen, dat ik op het moment als ik hem op een bepaalde hardheid ook aansla, dat er een super articulation voice ook meegaat. Zo hoor je ineens krijg je dit effect erbij. Dat wordt automatisch voor je gedaan op de manier hoe jij gaat spelen. Nou ja, inderdaad, wat ik nu ook gebruikt heb, was eigenlijk de ending 2.
En die deed ik eigenlijk aanzetten. En daarna ging ik gewoon weer verder met spelen. Dus dan had ik eigenlijk een mooie break die precies even dat stukje even pakte van dit nummer. Nou, verder naar rechts. We hebben natuurlijk uiteraard de pianoroom. Dat is altijd nog steeds hetzelfde gebleven. We drukken erop. En dan komen we dus echt letterlijk in de pianoroom. We kunnen hier, kunnen we zeggen van welke piano we daar het liefst voor willen pakken. Zeggen we van we willen de klep open of klep dicht en open. Dat is allemaal te bewerkstelligen, dus dat je iets meer reverb krijgt als je de klep open doet. We kunnen ook zeggen van bij de gitaar aantikken. En zeggen van nu zat er een cartoon bellet. Zeg bijvoorbeeld een unplugged pop. Ja, en als ik dan dat hier op play druk. Dan gaat er eigenlijk al een soort stijl gaat er meespelen. Ja, en... Je ziet, hij maakt er in dit geval maakt hij ook even een ending aan. Je kan hier ook op de drums gaan klikken. Dan krijg je hier weer nog andere begeleidingen. Dat is wat je gewoon direct in de piano room zou kunnen doen. Nou, die doe ik nou even uit. Verder hebben we hier uiteraard onze songs opnemen. We kunnen audio en MIDI opnemen. We kunnen ook MP3 en WAV afspelen. Hij neemt niet een MP3 op. Hier hebben we de sneltoetsen van je klanken, dus piano, orgels, gitaar, alles kun je zo snel gaan pakken. Nou, wat ik net al uitzei, dat waren dus dit voor de registraties en hier hebben we de one-touch settings. Wat zijn eigenlijk de one-touch settings? Het zijn eigenlijk klanken, dat Yamaha het idee heeft gebracht van hey, bij deze stijl zou je bijvoorbeeld bij deze klanken heel mooi kunnen gebruiken. Nou, en dan kun je dus eigenlijk ook nog de OTS link aanzetten. Als dat gebeurt, als je dan de variatie aangaat, wordt automatisch de eerste geladen en zo volgt dat zich verder op. Ik doe het zelf anders omdat ik hem in de registraties in programmeer, maar dat is dus ook mogelijk. Nou, we hebben eigenlijk het hele piano hebben we eigenlijk al best wel mooi ontvangen. Ik heb hier mijn USB-stick in zitten, daar staan mijn eigen registraties op. Hè. En voor de rest, het klavier, het is werkelijk fenomenaal. Het is echt op een vleugelbasis is dit gedaan. Het reageert fantastisch. De pedalen, precies hetzelfde. Je rechtse pedaal is vaak gewoon als een sustainpedaal. Middelste en de linker, die kan je inprogrammeren aan een functie die je zelf wil. Vaak met een super articulation voice, daar zitten dan nog weer bepaalde effecten op, staat hij eigenlijk automatisch op super articulation 1 en 2. Dus op het moment als je dat hier bijvoorbeeld een registratie gaat laden. En dan pakken we even Games of Thrones. Ik activeer hem weer. Dan wordt hij eigenlijk geladen. En als ik nu de middelste pedaal indruk. Krijg ik dit effect. Dus wat als ik dan ga spelen. Even bijvoorbeeld dit. Ook bij deze stijl. Lekker in de movie stijl, want dat is echt wel een van mijn favoriete categorieën. Het is gewoon fantastisch om hier gewoon lekker mee te spelen. En ik heb nu eigenlijk alleen maar de one-touch settings gebruikt.
Wat ook een hele mooie krachtige functie is, ja, is dat je gewoon kan spelen samen met een midi-file. En die midi-file is een aansturing van, hè, dus er zit eigenlijk gewoon een kleine dirigent zit erin en die zegt gewoon van jij mag wel wat doen en jij mag niet wat doen. En het leuke daarvan is, om daar eventueel in mee te spelen, zie je hier in deze strip, net boven de toetsen, zie je daar witte en blauwe lampjes. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk de toetsen die je eigenlijk moet aanslaan om dat nummer te kunnen spelen. Nou, wat ik nu gedaan heb, ik heb nu een song aankladen. En dan zeg ik hier Canon D Dur. Nou, ik ga hem niet meespelen, maar ik laat dat even zien. We drukken hier op play. En dan zie je dus hier precies wat je moet doen. Nou, makkelijker kunnen we het eigenlijk bijna niet maken. Nee, we zijn bijna de belasting, maar nee, dat is niet waar. Maar we houden het lekker bij muziek. Op het moment dat we dus een andere song pakken, we hebben hier nog verschillende boeken hierin zitten. En we hebben ook lessen erin zitten. Nou, als je bijvoorbeeld een les pakt, dan heb je hier Bayer, Bergmuller, Kremery. Ja, verzin het maar. We pakken gewoon even wat, we zetten hem op play. En dan kunnen we, als we willen, kunnen we ook nog de score kunnen we dan pakken. Hoe doen we dat? We zetten deze even op close. En dan zetten we hier scoren. En nou zie je eigenlijk precies wat er gebeurt, waar je bent. Het rode balletje is eigenlijk gewoon precies waar je bent op je partituur. En zo kun je zo lekker meespelen. Nou, we hebben nu even een kleine demo gegeven natuurlijk van wat deze CVP-890 allemaal een beetje in huis hebt. Wil je nog meer weten? Wil je nog lekker horen? Kom gezellig naar de winkel. Wij hebben hem hier gewoon altijd staan. Ja? En er is altijd om lekker om op te spelen. Als je om mij vraagt, dan kan ik echt 9 van de dingen van de 10 kan ik je zo uitleggen direct on the fly. Dus dat is geen enkel probleem. En ja, ik zou zeggen, welkom in onze winkel. En vergeet niet op het belletje te drukken, dat ons YouTube-kanaal. Ja, en dan ben je altijd op de hoogte van altijd het laatste nieuws.